Hey Steenbok, leuk dat je kijkt naar een video van Pasha Fatale. Dit is de liefdesreading voor de maand februari en de daaropvolgende maanden. Op de Facebookpagina vind je de uitgewerkte lezing, liefde en een lezing apart, zelfinzicht, oftewel algemeen. Neem het zoals het resoneert. Neem het zoals het resoneert. Haal eruit wat je eruit kan halen. Als iets niet goed voelt, laat het. Dan is het bericht niet voor jou. Ik ga gebruik maken van orakel. Indien nodig ga ik verklaren met de tarot. Ik ga niet specifiek op single of op relatie leggen. We gaan gewoon eens kijken wat eruit komt. Wat eruit komt, komt eruit. En zo be it. Voor de steenbok. Ik ga eerst alle kaarten leggen. En daarna verklaren. Steenbok, spirit, steenbok. We hebben de kaart zielsverwant. Dit kan de ware zijn. En het wachten is de moeite waard. Ik hoor, dit is niet direct. Dit is niet direct. Niet nu. We hebben hart helen, kaartenhand, telefoontje, en schending. Hoe ga ik dit in het Nederlands vertalen? Het ligt op het puntje van mijn tong. Je bent aan het lijnen. Gosh. Ja, misschien kom ik er duidelijk op. Het voelt alsof iemand... Someone's back. Like, I'm back, bitches. Nee, dit natuurlijk niet.
Hier is een separatie geweest. Hier is een scheiding geweest. Scheiding met een zielsverwant. Dit is de persoon die voor mijn gevoel... Jij en deze persoon, dit was niet het juiste moment. Oh. Ik krijg gelijk een liedje. It's like your Mamira. Mamira staring back at me. I couldn't get any bigger. Mirrors. Justin Timberlake. Zoek de lyrics op. With anyone else beside me. Ja. Yeah. Mirror. 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 Zielsverwant. Hoi Pippa. Kom je helpen? Kom je me helpen? Ja? Kom je even meezingen? Ik ben even bezig, oké? Okay? We gaan dadelijk even wandelen, oké? Okay? Ja? Goed. Kom maar even laag. Laag? Laag, hallo, apennoot. Iemand is heel enthousiast hier. Kom maar laag. Ja. Genoeg. Nee, klaar. Even zo. Oké, let's get it started. Zielsverwant. Ja, dit is jouw zielsverwant. Dit is iemand die voor mijn gevoel steeds opnieuw weer terugkomt in jouw leven. En je vraagt je eigen af. Wat is dit? Dit is misschien iets wat je nog nooit eerder hebt gevoeld. Dit is misschien iemand die, ja, dit is niet misschien. Dit is een persoon wat je, alles linkt naar deze persoon. Wat je doet, deze persoon zit in jouw gedachten. Je komt misschien zijn of haar naam overal tegen. Misschien de auto waar deze persoon in rijdt, zie je overal. Je hebt het idee dat je deze persoon, ook al is het misschien jaren geleden dat je deze persoon hebt gezien. Dat gevoel gaat nooit meer over. Je kan het eigenlijk niet verklaren. Dit is misschien wel een diepere connectie dan slechts een zielsverwant. Ja, dit is je zielsverwant, kan ook zijn, ja. En zeker omdat hier ook mirror ligt, spiegel ligt. En de ware, ja. Misschien is het wel een diepere connectie dan een zielsverwant. Is het niet slechts een zielsverwant? En dan denk ik dat jij wel weet waar ik naartoe wil. Dit is meant to be. En... Dit is een... Ik heb jou geen pijn gedaan. Ik heb jou niet bewust pijn gedaan. Dit is misschien iets wat jij tegen de persoon wil zeggen. Of dit is wat de persoon tegen jou wil zeggen. Ik heb jou niet bewust pijn gedaan. Dit kan de ware zijn. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Dit gaat verder dan dit leven. Dit is de persoon waar je in eerdere levens al mee geweest bent. Dit is niet slechts excuses voor de wasmachine op de achtergrond. Ja, gaat gewoon door, hè. Misschien is het de rollercoaster.
maar het wachten is de moeite waard. En je hebt geduld. Je bent zo ongeduldig, maar je hebt geduld. Het is alsof jij... Ja. Het is alsof je heel strategisch met iemand omgaat. Je precies weet hoe je bepaalde dingen moet aanpakken. Het is alsof of de persoon weet hoe hij of zij deze dingen bij jou moet doen. En het is eigenlijk alsof ik tegen jou wil zeggen, ik hoef deze lezing niet te doen, want je weet eigenlijk alles al. Ik weet al dat ik jou... En je hebt alle antwoorden al. Je weet al... Maar je bent op zoek naar de bevestiging. Maar die bevestiging is slechts de bevestiging die je in jezelf moet zoeken. En die bevestiging heb je al van jezelf. Alleen je durft niet op jouw gevoel te vertrouwen. En dit niet durven te vertrouwen op jouw gevoel... heeft te maken met het feit dat er een botsing is geweest. En die botsing vanaf deze twee krijg ik heel... ik weet dat ik een... afleiding was van jouw pijn. En we moeten elkaar laten gaan. Maar dit komt bij mij meer binnen als... we hebben elkaar moeten laten gaan. Omdat ik niet langer jouw pijn kon dragen. De persoon is van jou weggegaan. Omdat die persoon niet langer... Ja, dit is... daarom zeg ik, het is een heel lastig... ik kan niet plaatsen of het nou jij bent of de persoon is. Dit is een heel overkoepelend iets. Zeg maar één. Maar je wacht op deze persoon. Bewust en onbewust. Misschien is het de persoon die jou binnenkort een berichtje stuurt. Of heb je onlangs een bericht gehad? Of staat het jou te wachten? Dat iemand gaat vertellen. Of jij wil iemand vertellen. Hoe je je werkelijk voelt. Hoe je werkelijk kijkt naar deze persoon. Deze persoon gaat jou zeggen, ik denk aan jou. Ik denk heel veel aan jou. En ik kan je eigenlijk niet uit mijn gedachten krijgen. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik hiermee om moet gaan. En dit gaat misschien middels een berichtje. Maar eerlijk gezegd denk ik meer in uitspraak. En misschien staat die persoon wel ineens voor de deur. Of niet. Ben jij degene die... Die het niet meer onder controle kan houden. Een nieuwe fase. Een voorbereiding voor een union. Obstakels overwinnen. Dit is iets waar heel lang tegen gevochten is.
Maar wat ook niet... Het kan niet uitblijven. Je kan altijd het verhaal herschrijven. Jouw potentie is eindeloos. Elke storm komt tot een einde. Jij of de persoon is weggelopen uit angst voor verlies. Jij of de persoon hebben afstand genomen. Hebt afstand genomen. Heb uit angst voor het breken van een hart. Voor een gebroken hart. Er komt bevrijding van een giftige relatie of verslaving. Dit voelt meer als een... Als een... iets in het hef in eigen handen nemen. En... We will see how the cookie crumbles. We zullen zien hoe het dit keer gaat. Er is veel 4. 4. 4. 4, 4. 3 en 1 is ook 4. Goddelijke timing is aan het werk in je liefdesleven. Oké. Stel een vraag. The one will be back. Stel een vraag. Hou die in gedachten. Mag ik een antwoord op de vraag? Dat gaat niet werken, zo'n kel. Doe maar gewoon. Oké. Antwoord op de vraag. Kies een nieuwe richting. Je bent er klaar voor. Stop met wachten. Neem actie. Oké. Dit was de reading Steenbok. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Lieve comments. En vergeet vooral niet de Facebookpagina te bezoeken. Even de reading te checken. Liken en dergelijke. En hopelijk tot de volgende. Doei!